In de komende lessen gaan we onderstaand breadboard bouwen. Hier zie je het schema. Naast de Arduino bevat de schakeling drie schakelaars, zes LEDs, een potmeter, een spanningsdeler met een LDR en een uitgang voor een servomotor. De Arduino wordt gevoed vanuit de USB-kabel. In het schema zie je dat de Arduino de rest van de schakeling voedt. De Arduino is zo geprogrammeerd dat iedere knop een andere functie heeft. De snelheid van het lichteffect kun je regelen met de potmeter. Wanneer je de derde knop indrukt, neemt de servomotor een bepaalde stand in, afhankelijk van de hoeveelheid licht die er op de LDR valt. Plaats de Arduino in het breadboard, zoals je op deze video ziet en sluit de USB-kabel, die al verbonden is met de computer, aan op het Arduino-bordje. Het ledje dat brandt bij POW van POWER geeft aan dat de Arduino voorzien is van voedingsspanning. Start de Arduino-programmeeromgeving op. Kies in de menubalk bij hulpmiddelen voor het juiste bord, de Arduino Nano. Kies vervolgens bij de processor voor de AdMega 328p. En als laatste kies je de juiste poort. Je Arduino is nu verbonden met de programmeeromgeving. De volgende stap is het programmeren van de microprocessor.